Square Enix en IO Interactive hebben 3 van hun oude games uit het vet gehaald. Namelijk Hitman 2, Silent Assassin, Hitman Contracts en Hitman Blood Money. En die hebben ze gebundeld. En dat heet nu Hitman Trilogy voor de PlayStation 3 en de Xbox 360. Maar is het nog echt de moeite waard om die games te spelen? Dat gaat Martin je nu uitleggen. Nee, ik help je wel mee. Ach, gelukkig, anders zit je. Maar jij bent een veel grotere Hitman-fan dan ik ooit geweest ben. Ik ben een fan van het genre. Ben je een fan van het genre? Sneaky stealthy action genre? Nee, ik vind het een hele leuke serie. Ik speel hem vanaf deel 1. Die krijg je niet bij deze trilogy. Dat komt omdat dat een PC-game was. En dit zijn de console-games gebundeld. Ik heb ze dus allemaal gespeeld. En met klap op de vuurpaal natuurlijk laatst Absolution. Dat is denk ik ook de reden waarom deze trilogie nu tot ons komt. Want mensen die nog niet bekend zijn met de Hitman-serie, want de laatste voor Absolution die kwam uit in 2006. Ja, dat is natuurlijk al een hele poos geleden. Dus we hebben een hele generatie nieuwe gamers. En die willen misschien nog wel die oude paar Hitman-games spelen. En ja, dan is natuurlijk de vraag, wil je dat? Ik zou het ze afraden. Nou, zure. Ik ben een zure oude man. Ja, ja, oké. Okay. Hitman 2, Silent Assassin uit 2002, Contracts uit 2004, wat eigenlijk een soort van remake was van de eerste Hitman. Ja. En dus Hitman Blood Money, die destijds wel op de 360 al is uitgekomen in 2006. Geweldige game. Als je hem kon opstarten. Want er zijn er schijnen nogal wat problemen te zijn met die 50 hertz, 60 hertz. En het ergste van alles is dat die fout, die ervoor zorgde dat veel mensen die game niet eens konden opstarten, er ook nu weer gewoon in zit. Ja. En dan kun je wel leuk gewoon HD oppoetsen, blablabla, 27p. Maar dan moet die game het wel doen. Ja. En dan moet je wel fouten eruit halen, vind ik. En ik vind het een beetje lui van Square Enix om het zo op de markt te brengen. Ja, ze hebben gewoon puur van die game gepakt. Die was natuurlijk al HD, want die kwam al op de 360. Ja, Blood Money wel, ja. De andere dus twee niet. Die hebben ze gewoon, daar ligt een diskje, brand hem maar op. En ze hebben nog niet gecheckt van, doet die game het eigenlijk wel? En dat kan dus wel eens fout gaan als je met 60 hertz en 50 hertz probleem. Want die game is 60 hertz, Amerikaanse game. Ja. En we in Europa werken met 50 hertz, dus dan wil het soms wel eens niet werken. Gotta check you, white bread. No weapons past me, motherfucker. Vind je het niet suf dat ze van het eerste deel niet ook meteen even een poort gemaakt hebben? Hadden ze kunnen doen, maar dan had je 2 keer het eerste deel gehad. Want Contract is, pak gewoon alle goede en de tofste levels van deel 1. Hebben ze ook in Contract gezet, dus dan zou het heel erg dubbel op zijn. En gewoon compleet niet nodig. Wat ze nu hebben gedaan is gewoon de games die hebben ze gepakt op de console. Vooral, het was wel even schrikken toen ik die eerste 2 even opstartte. Want in mijn hoofd zien die games er nog zo mooi uit. Die straat druk, de werelden gedetailleerd. Maar dan start je die game op en dan loop je door zo'n level heen. En dan zie je gewoon echt kale muren. Ja, je schrik je eigenlijk. Dan kun je er 100 keer HD op loslaten. Ja. Maar het wordt er echt niet heel veel beter. Maar wat het ding is, je hebt de laatste tijd zoveel van die HD remakes heb je gehad. Maar al die Ratchet & Clank games, dat ziet er nog best leuk uit. Ja, maar omdat het een stijltje is. Het is een cartoony stijltje. En cartoony stijltjes zijn vaak toch wat langer houdbaar. Ja. Dan wanneer je met een soort van semi-realisme aan het werk bent. Zo'n Hitman valt dan aardig door de mand. Blood Money valt er nog wel mee, want die is pas van 2006, ja. Dus die is nog wel goed speelbaar. Maar ja, je moet wel echt even door een zure appel heen bijten. Wil je nog even die deel 2 en deel 3 gaan spelen? Ja. Maar als je ze gaat spelen, het is wel echt het oude, vertrouwde, goede Hitman gevoel. Ja, en ik kon er niet inkomen. Ik kon er weer niet helemaal inkomen. Nee, ik gameplay technisch en qua game design, nee, echt te veel tekort komen. Die AI was gewoon heel goed al. Maar weet je wat ik met die Hitman-serie heb? Het concept was ijzersterk. Ja. Alleen de uitvoering liet vaak gewoon nog een beetje te wensen over. Nou, ja, dat is wel zo. Tot aan Absolution aan toe, die voor veel fans van het eerste uur te veel afweek van het originele concept. Ja, omdat ze een paar andere dingen deden. In de eerste Hitman moest je natuurlijk van tevoren je gear samenstellen. In Absolution was dat niet meer zo.
Ja, maar de hele benadering van het stealthy te werk gaan en het af en toe de frustrerende AI bij tijd en wijle. Ja, het valt allemaal wel mee. Nee, het valt allemaal best tegen. Je bent echt een zure oude zak aan het worden. Nee, maar ik weet zeker dat de eerste paar delen van Hitler niet al zien gewoon hoe goed die... Kan zijn. Kan zijn, ja. Ja, maar er zit af en toe wel frustrerende stukjes in. Dus dat je ineens spontaan wordt beschoten als je gewoon wel goed in disguise bent. Maar ik vind het iets minder vergeeflijk dan Absolution nu is. Daarom vind ik het wel toffer. Bij Absolution kan je nog wel heel makkelijk wegduiken door even een handje voor je hoofd te doen. Kan je de map makkelijk doorspelen door op die trigger te drukken, zodat je die paden van die mensen gewoon te zien krijgt en dat je door muren heen kan kijken. Dat is shit. Dat heb je hier allemaal niet. Het is gewoon oude, rauwe Hitman en dat vind ik top. Luister Martin, als jij dit nog nooit hebt gespeeld, als je Contracts nooit hebt gespeeld, als je Silent Assassin nog nooit hebt gespeeld, jij beweert dus van, ja, dan ga je die gewoon uitspelen. Ik weet zeker dat er heel veel mensen zijn die eraan aan gaan beginnen. En die na 2-3 uurtjes zoiets hebben van, fuck it, ik skip wel gewoon naar Blood Money. Die eerste twee, het is too much voor me. Te veel tekortkomingen. En te zware moeilijkheidsgraad bijvoorbeeld. Dat wil je toch? Nee, kids van nu. Kids van nu, waar jij ze op doelt. YOLO, swag. Die willen dat niet. Nee, die willen niet in een hele game maar 3 keer dood of 7 keer dood doen. Dat weet ik niet hoor. Dat benadeel je ze een beetje, denk ik. Waarom oldschool, die diehard, die zware, harde oldschool games. Waar als je dood ging, dan moest je helemaal opnieuw beginnen aan het begin van de level. Hè? Dat willen die kids niet meer. Okay, als die willen volgekoude shit en gewoon ongelimiteerd aantal levens. En gewoon vlak voor het punt waar ze dood zijn gegaan, weer beginnen. Hm. Ik vind los van het feit dat hele 50-60 hertz verhaal nog altijd een rol speelt nu. Ja. Ook bepaalde andere dingen zo, dat ze, ja, dat hadden ze best wel even mogen aanpassen. Hoeveel tijd besteed je nou aan het veranderen van bijvoorbeeld die tekstboxes in een Hitman Contracts, zwarte letters op een grijze achtergrond? Ik heb een redelijk grote tv, maar ik moest echt over duren van wat staat er nou? Ja. Dat zijn wel die kleine dingen die het gewoon minder fijn maken om zo'n game te spelen. Omdat je gewoon af en toe echt gewoon aan het kijken bent, wat staat er nou, weet je wel? Het zou een seamless gameplay experience moeten zijn, waarbij je dus gewoon niet dat soort problemen hebt. Waardoor je een beetje uit die wereld getrokken wordt. Die zit er nog altijd in. Ja, en ook Absolution, als je daar op het knallen ging zetten, dan speelde het gewoon als een lekkere derde persoon shooter. En je merkt nu gewoon dat die eerdere paar delen, dit waren gewoon shooters. Die draaiden wel echt om het sneaken, dus dan ben je wel echt klopt. Tempo ligt ook heel laag. Ja, compleet anders, maar dat vind ik toch wel weer zijn charme hebben. Maar je merkt wel gewoon dat het enige wat ze aan deze games hebben gedaan, is gewoon die textures geüpgrade naar HD en voor de rest helemaal niks. Ja, maar dan nog vind ik dat de eerste twee delen de tand des tijds, niet alleen gameplay technisch, maar ook grafisch, niet goed hebben doorstaan. Ja, maar het is wel weer gewoon even een goede blik naar vroeger. Gewoon hoe het toen was. Ja, en als je nou toch, je bent ingestapt bij Absolution, je bent misschien benieuwd naar het volledige verhaal van Agent 47, dan kan ik het wel aanraden. Want die level opbouw, hoe het verhaal wordt verteld, ik vind het nog steeds leuk. En ik vond het gewoon, ja, ik heb ze allemaal gespeeld en ik vond het gewoon leuk om het nog een keer door te spelen. Dus het is wel echt. Ga je dan nog een keer je geld aan uitgeven? Ook al is het maar iets van €30. Ja, maar ik vind dat niet duur. Weet je, Nou, dan kun je beter gewoon Blood Money uit de budgetbak halen. Dan ben je €5 of €10 kwijt. En dan heb je gewoon de beste Hitman-ervaring die je maar krijgen kan. Die games daarvoor wil er ook wel bij. En de Sniper Challenge krijg je er ook nog bij. Sniper Challenge, dat is leuk. Die van Absolution, hè? Die code, die krijg je dan. Die downloadcode. Ja, dat is leuk. Maar of dat dan zo'n grote, geweldige meerwaarde is, dat waag ik ook te betwijfelen. Nou, ik vond het in ieder geval een goede. Ja, ik vond het leuk om even terug te kijken naar hoe het vroeger al was. Nah, Scoops, I ain't say that shit. I like. Aan wiens mening hecht je nou daadwerkelijk het meeste waarde? Aan de man die al bijna 20 jaar in de gamesindustrie werkzaam is? Of deze rookie hier? Nou oké, je bent ook al wel aardig wat jaartjes bezig. Ik ben ook oud hoor. Je bent, kom op man, hoe oud ben je nu? 23? Ja, dat is waar. Kom op man, weet je wel. Ik bedoel, 36. Maar 48. Ja, bijna 41, godverdorie. Maar dat bedoel ik.
leeftijd, zo belangrijk. Met, wijsheid komt met de jaren. Mm-hmm. Dus wie geloof je nou? Ja, deze jongen. Ik sta nog dichter bij de doelgroep. Jij staat bij YOLO, de... swag, ja, oh, je weet toch. Fucking hell. Nou, zo iemand kun je het niet serieus nemen. Deze trilogie had een beter lot verdiend dan alleen maar een beetje een oppoetsbeurt. Er zitten nog te veel fouten en tekortkomingen in die best wel weggewerkt hadden kunnen worden met wat extra effort van Square Enix en IO Interactive. Is niet gebeurd. En dus vind ik het een beetje een tegenvallende HD-trilogie. Oude zeikert.